De samenleving is getuige van een stabilisatie van de koers, zegt financiënminister Stanley Raghubarsingh in gesprek met de redactie. De wisselkoersen van vooral de Amerikaanse dollar zijn de afgelopen 7 weken vrij stabiel. Vanuit het ministerie samen met de centrale bank worden er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat die koers stabiliseert. En hij is redelijk stabiel. Wij zijn daar blij mee. Ons doel is om te kijken of hij lichtjes omlaag kan. Ja. En daar hebben we tegenstand bij. Niet iedereen vindt het leuk. Maar wij denken dat het overgrote deel van de bevolking er blij om zou zijn als die koers een paar punten omlaag zou kunnen gaan. Raghubarsingh zegt verder dat de tegenstand niet makkelijk is. De overheid zet zich in om in samenwerking met alle belanghebbende organen de koers verder omlaag te krijgen. En wij gaan ons daarvoor inzetten. We gaan dat doen binnen alle regels die er zijn en binnen alle afspraken. We gaan dat doen binnen de regels voor het functioneren van de vrije markt. Maar we gaan wel proberen om die koers wat verder omlaag te krijgen. Dus als die stabiel is, kan iedereen plannen. Kan je als gezin plannen, kan je als bedrijf plannen en kan je als land. Op het moment dat die instabiel is, krijg je onrust. Je krijgt mensen die vluchten in dollars en dat hebben we niet nodig. Wij hebben daar steun bij nodig, omdat niet iedereen belang bij heeft dat die koersen omlaag gaan of dat ze stabiel zijn. Sommige mensen hebben er belang bij dat die koersen omhoog blijven gaan. En wij hebben de media en we hebben het bedrijfsleven daarbij nodig en de vakbeweging. En wij weten, we moeten elkaar blijven steunen. Want het is niet zo dat er zijn wat partijen die veel macht in de markt hebben, die er belang bij hebben dat die koers omhoog gaat. En wij moeten ervoor zorgen dat we het belang van de meerderheid van dit volk dienen. De minister geeft aan dat er geen streefkoers is. Belangrijk is stabiliteit, zodat er verbetering van de koopkracht voor de samenleving bewerkstelligd kan worden.